President Chandrika Prasad Santokhi had een ontmoeting met de internationaal gerenommeerde spirituele leider Sadhguru Jaggi Vasudev tijdens de COP29 klimaattop in Baku, Azerbeidzjan. Bij het overleg waren ook First Lady Melissa Santokhi Sinasheri en minister Albert Ramdin aanwezig. Sadhguru, oprichter van de Isha Foundation en de Safe Oil Beweging, is wereldwijd bekend voor zijn initiatieven die door verschillende landen en de Verenigde Naties worden ondersteund. Suriname heeft zich samen met andere Caribische landen bij deze beweging aangesloten. Sadhguru zal later dit jaar op uitnodiging van president Santokhi Suriname bezoeken. Voor dit bezoek dat eerder werd uitgesteld, zijn al de nodige voorbereidingen in gang gezet. President Santokhi onderstreepte het bijzondere werk van Sadhguru, vooral gezien Surinames rol als een van de hoogst beboste landen ter wereld. Het land fungeert als carbon sink en is een belangrijke zuurstofproducent voor de wereld. Suriname blijft zich inzetten voor groen beleid en de bescherming van zijn bossen voor toekomstige generaties. De initiatieven van Sadhguru worden in Suriname gewaardeerd en president Santokhi benadrukte de noodzaak van wereldwijde samenwerking om de planeet te beschermen. Als onderdeel van het programma in Azerbeidzjan werd president Santokhi samen met zijn delegatie een rondleiding gegeven door de historische oude stad van Baku. Gelegen aan de Kaspische Zee staat deze ommuurde stad die op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat, bekend om zijn smalle straatjes, traditionele architectuur en monumenten.